zaterdag 4 september 2010 en we zitten in Tegelen in een klein kleedkamertje en daar zit bij me zit Stefan Schiel. Dat hij klein is, is voor mij erg, maar voor jou niet gelukkig. Stefan, je hebt net opgetreden. Hoe ging het, jongen? Wel lekker volgens mij. Ja, het was leuk om te doen. Dus absoluut, ja. Het is nog vroeg, 1:30 of 2 uur begon je, dus vanavond komen er nog wat grote kanonnen. Maar langzamerhand, laat ik zo zeggen, begint jouw carrière toch ook wel een vlucht te nemen. In april een cd uitgebracht, Don't Say a Word. En vervolgens is dat nogal opgepakt, ook bij De Wereld Draait Door. Nou, dat krijg je nog wat hoop exposure in Nederland. Ja. Duitsland gaat goed. Wat doe je er nog meer aan, om het nog beter te laten gaan? Nou ja, in principe optreden is eigenlijk een van de belangrijkste. Gewoon als je geboekt wordt en je speelt. Om zo goed mogelijk dat ten eerste neer te zetten wat mensen willen horen en wat je zelf wil horen. Dus zoveel mogelijk indruk maken is eigenlijk de belangrijkste. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig met het album gewoon te promoten via dingen zoals radio of tv waar mogelijk. En hopelijk vanaf volgend jaar de bekende festivals aan te doen. En het zo publiek mogelijk te maken als dat we kunnen. Bied je jezelf aan bij de festivals of word je al gevraagd? Dat verschilt per festival. Er zijn festivals die natuurlijk de mensen zelf boeken, want dat gaat via een boeken. Wij doen het zelf niet. Dus die benaderen dan ons agentschap. Die benaderen Tornado in dit geval. En die zeggen van, ja, we hebben een band nodig. Wat raad je aan in dat geval? Maar er zijn ook natuurlijk festivals, met name zoals Lowlands, die gewoon zeggen van, ja, weet je wel, wij zijn het festival, dus kom maar naar ons toe. Het is ook niet met alles zo, want de hoofdacts worden daar wel gevraagd. Maar ik ben nog niet van die mate, ik ben nog niet van dat kaliber, zeg maar. Dus ik moet gewoon nog zelf wel mezelf redelijk aandienen. En ja, daar zijn we hard mee bezig. Ik las in ieder geval op jouw website dat jij, en dat verbaast me, of eigenlijk ook weer niet, maar dat iemand die zo jong is, al zo bewust weet wat hij wil, op welke muziek hij wil spelen. Dat hij zegt van, nee, dit is wat ik graag wil doen en hier ga ik voor. Ja, dat is heel snel gekomen, mede omdat het al heel snel duidelijk was dat muziek maken al zo definitief was. Heb ik heel snel het punt ontdekt dat ik ook inhoudelijk wist wat ik wilde, enerzijds. Want anderzijds probeer ik zoveel mogelijk open te laten om, weet je wel, ik bedoel, ik ben 21 en ik hoop nog een tijdje mee te gaan. Dus ik heb geen zin om nog 60 jaar hetzelfde ding te blijven doen. En in dat opzicht zeg ik gewoon tegen mezelf, nou ja, ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen. Maar wat ik doe, dat is eigenlijk redelijk blanco. Nou, je houdt het ook wel een beetje open voor jezelf, want iemand die dan in de blues en de bluesrock speelt, maar op dat moment ook zegt van Prins is een wereldgitarist of een geniaal figuur, kan ik me voorstellen dat hij ook een uitstampje gaat maken waar het meer funky aan toe gaat. Absoluut, ja, dat zijn inderdaad invloeden die heel op dit moment heel erg spelen en die laat ik graag toe. Ik heb niet zoiets van ik laat dat, weet je wel, buiten omdat dit van me verwacht wordt. Als ik Prins zie, ik heb hem toevallig live gezien toen hij op Werchter speelde. Dan denk ik van dit is gewoon heel cool. En met hem een heleboel, weet je wel. Er zijn een heleboel artiesten die ik heel erg kan waarderen. En die absoluut niet in het blues-rock genre vallen. Waarvan ik zeg, ja, dat is ook iets wat ik wil. En ik hoop over 5 jaar van nu dat er weer een volledig iemand anders is die me op die mate kan, weet je wel, in die mate kan inspireren. En dat ik daar weer mijn ding mee kan doen. Ben jij autodidact? Ben jij autodidact? Heb je les gehad? Muziekles, dan maar eens even basis te beginnen. Nee, ik heb geen muziekles gehad, nee. Ik leer door te luisteren en ik leer nu heel erg door de muzikant om me heen. Met name mijn band. Mijn band is wel allemaal geschoold. En ik krijg zo hier en daar wel wat theorie mee, onbewust. Ik probeer te luisteren en ik probeer te begrijpen. Maar het meeste is wel is gewoon zelf aangeleerd. Kun je wel noten lezen? Nee. Ik ken ook een ander die. Nee, ik ken geen noten lezen. Ik weet wel de benamingen van dingen zoals akkoorden en nou ja, weet je wel, de basic dingen. Maar noten lezen en inhoudelijk dingen, zoals hele moeilijke termen. Als mensen tegen mij zeggen, ja, we spelen een mol 6. En dan denk ik, ja, het zal allemaal wel, maar zo speel ik het. En hoe klinkt het? Dat is denk ik het belangrijkste voor mij. Als ik weet hoe het klinkt, weet ik hoe ik het moet spelen. Dus gevoel is belangrijk? Het belangrijkste, ja, absoluut.
Heb jij wel uitgezocht in de blues wat oude bluesknakkers gedaan hebben, wat de basis was? Of heb je gezegd van nee, ik vind het leuk, ik begin gewoon ergens? Ik heb zeker wel een periode gehad dat ik dingen uitdiepte. Ik ben natuurlijk ergens gewoon erin gevallen en heb mijn ding gedaan. En heb het heel onbewust gewoon genomen voor wat het was. En gewoon gespeeld en geluisterd. Maar uiteindelijk krijg je de interesse van ja, maar waarom doet hij wat hij doet? En toen heb ik wel echt even een soort van fase gehad van een jaar denk ik. Dat ik helemaal terugging. Gewoon echt letterlijk helemaal terug naar 1930. En dus ja, absoluut. En Charlie Patton en noem maar op. En van oké, wat deden die? En toen ik dat eenmaal gehad had, toen heb ik dat idee ook wel weer meteen helemaal losgelaten. Oké, nu weet ik waar het begonnen is. Nu is het wel weer oké, weet je wel. En nu kan ik weer verder. Nu moet ik weer vooruit kijken in plaats van achteruit kijken. Het is geen bluespurist, gelukkig niet. Nee, ik ben geen bluespurist. Als jij zo'n cd, Don't Say a Word, gaat dat helemaal uit jezelf? Of heb jij nog hulp van jouw medebandleden? Het schrijven. Ik heb zeker hulp. Het is zo dat heel veel aanzetten van weet je wel, het nummer zelf komt meestal wel bij mij vandaan. Niet altijd, meestal in het geval van het album. Ik heb heel veel dingen met de toetsenist samen gedaan. En uiteindelijk komt het er gewoon op neer van, nou, je hebt een idee, je hebt een basisconcept en dat breng je de ruimte in en je gaat met zo'n band, of met mijn band in dit geval, ga je gewoon spelen en arrangeren. Dus het is echt wel een, weet je wel, het is een collectief ding. Het is niet zo dat ik alles bepaal, absoluut niet. Dat vind ik ook geen fijne gedachte om te doen. Want ik bedoel, ik zou daarmee allemaal hele mooie invloeden kunnen buitensluiten die het waarschijnlijk veel mooier kunnen maken dan ik zelf. Want ik ben al maar 21 en dan hebben we er ook al een tijdje op zitten. En waarom zou je dat niet gebruiken? Ik denk dat het een hele gezonde gedachte is. Brengt mij ook op een vraag. Meestal vragen we er wel iemand die wat jonger is. Als jij nou nog een keus zou hebben met iemand met wie je graag zou willen, het podium zou willen delen om iets te kunnen leren. En dan zullen we in dit geval maar even tot de levende beperken. Zodat we weten dat de mogelijkheid er ook eventueel in zit. En misschien komt die ook wel. Als je hem uitspreekt wordt het misschien nog wel eens waar. Ja, wie weet. Dat vind ik heel moeilijk, omdat ik, weet je wel, ik heb een soort van heel veel mensen die, je noemde zelf net al een Prince bijvoorbeeld, waar ik echt wel een soort een dag mee zou willen zijn en willen zien hoe die doet. Hij zou nog geen eens iets hoeven te zeggen, weet je wel. Maar ja, er zijn eigenlijk heel veel namen. Ik bedoel, Stevie Wonder zou ik ook heel graag naast me willen. Hij speelt geen gitaar, maar weet je wel, hij is zo muzikaal en hij heeft zo'n drastisch goed gehoor. Dat zou me waarschijnlijk in een dag meer inspireren dan elk album over de loop van een 30 jaar, weet je wel. Dus ja, dat zijn wel een aantal namen waar ik op dit moment wel heel graag zou mee willen samenspelen, als het kon. Ben jij nou nog bezig met nieuwe nummers te verzamelen of likjes of ideeën zo achter de hand te houden? Je bedoel, je cd is net uit, maar over misschien een jaar of anderhalf jaar worden we tijd voor nieuwe. Ja, absoluut. Daar zijn we hard mee bezig zelfs. En je bent minder bewust, weet je wel. In het begin weet je heel weinig, dus je pakt de gitaar op met de insteek van ik ga nu een lick leren en je pakt een boek of zo of je luistert en je speelt en dat is eruit, weet je wel. Want je hebt gewoon niet meer zo'n leeg veld dat je het zo kan invullen. Het staat nu redelijk vol op dit moment, dus het komt er nu heel erg op aan van hoe kan ik mijn eigen creativiteit gebruiken om er iets nieuws mee te doen. Dus ik ben meer muzikaal bezig, dus algemeen. Ik probeer een soort van alomvattend qua zang, qua schrijven, qua spelen te denken dan dat ik nog puur in mijn hoekje van mijn kamer werkelijk riff zit te oefenen. Dat is ook meestal moeilijk, hè, de tweede cd, zeggen ze. Dus hij wordt beter, maar hij is ook moeilijker. Ja, hij moet beter worden en daarom is het zo moeilijk. Tenzij eerst al natuurlijk helemaal flop zou zijn, maar dan nog. Ja, je hebt gewoon, ik bedoel, ik speel vanaf mijn 11e. En ik heb mijn 19e het album opgenomen, wat inhoudt dat ik 8 jaar de tijd heb gehad om aan een album te denken, weet je wel. En je bent er al heel snel mee bezig, ook al is het nog niet tastbaar. Je bent er eigenlijk altijd mee bezig. Op het moment dat je beter wordt,
verzamel je bepaalde kennis en bepaalde info. En de wereld heeft nog niks van je gehoord. Dus alles wat je brengt na 8 jaar is en nog eens van 8 jaar. En mensen kennen niks. Dus tuurlijk gaat dat goed worden. En nu heb je een jaar om hetzelfde trucje te overtreffen. Alleen kom je 7 jaar tekort ten opzichte van de eerste 8. Ja, maar je leert sneller. Hè? Ja, dat wel. Maar de verwachtingen zijn ook hoger nu. Nou, weet je wat het is? In dat spanningsveld gaan wij jou in ieder geval wel blijven wij jou volgen. Ja. En bedanken we in ieder geval voor het interview tot nu toe. Ja.